welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik de nieuwe Ethos Pure make-up collectie testen. Dit is een nieuwe make-up collectie van de Ethos. En jullie hebben mij bericht over deze collectie. Ik had hem helemaal niet gezien en als jullie het niet hadden bericht, dan had ik het ook helemaal niet gezien. Dus super bedankt hiervoor. En het is dus de nieuwe Pure collectie. En als je al hoort Pure, dan weet je al een beetje welke kant het ingaat. Deze collectie is 100% vegan en bestaat voor minimaal 90% uit natuurlijke ingrediënten. En dat is niet alleen maar goed voor jouw huid, maar zo draag je ook bij aan een betere wereld voor mens en dier. Dus dat is altijd super positief. De hele collectie is ook gewoon lekker betaalbaar, want Alfius, het is Ethos huismerk make-up. En ik ben gewoon echt heel erg benieuwd. Ik heb de collectie gekocht en we gaan gewoon vandaag met z'n allen testen en kijken wat we van de collectie vinden. Dus vind je het nu al leuk, vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze review. Oké, de collectie is niet super groot, ook niet super klein. Het is een beetje een medium collectie qua grootte. Ze hebben ook in de collectie een foundation en een concealer. Maar die heb ik niet. En ik zal jullie nu vertellen waarom. Ik heb deze collectie online besteld bij ethos.nl. En letterlijk bij de foundation en de concealer staan er gewoon geen kleuren bij. Je ziet de kleurnamen, maar je ziet gewoon de kleur niet. Hoe verwachten hun dat de consument hun make-up koopt als de kleuren er niet eens bij staan? Ik vind dat echt gewoon belachelijk. Dus vervolgens zie ik ook staan dat deze collectie bij geselecteerde Ethos winkels ook verkrijgbaar is. Dus ik heb gelijk hier naar de Ethos winkel gerend. En ze hadden de collectie niet. En ze hebben mij verteld dat deze Pure collectie slechts is in 6 fysieke Ethos winkels. Dus allemaal ver van mijn huis. Dus ik had gewoon letterlijk geen enkele optie om de concealer en de foundation te kopen. Dus helaas heb ik die nu niet. Maar ik heb wel letterlijk de rest van de collectie. Dus dat is toppie. Ze hebben ook oogschaduw, etc. En daar staan de kleuren wel bij. Dus dat is dan weer wel fijn. Maar van de gezichtsproducten staan er geen kleuren bij. In ieder geval, genoeg geklaag. Laten we gewoon beginnen. Ik heb de hele collectie hier in dit bakje. En ik ga beginnen met iets voor de lippen. Ik heb hier de Ethos Pure Lip Oil Nourishing Plus Shine. Dit is een verzorgende en verzachtende lip treatment. Dit is dus een lipolie. En er zit een castor en abrikozenpitolie in. Dat is echt een hele mond vol. En dit zou dus je lippen gewoon moeten verzorgen, zoals elke lipolie. Ik heb mijn lippen al gescrubt, maar ik heb nog niks aangebracht van een balm of een lipolie of whatever. En in deze lipolie zitten 91% natuurlijke ingrediënten. Oké, laten we hem gewoon aanbrengen. Er staat ook dat hij voedt en kalmeert. Hij ruikt een beetje naar snoepjes of zo. Een beetje een zoete geur. Dit is zo apart. Het voelt gewoon alsof ik gewoon iets van snoep nou op mijn lippen smeer. Iets heel raars wat mij gelijk opvalt is dat dit ding is te lang en te flexibel. Kijk, het beweegt helemaal zo mee. Dus het is niet echt fijn om te gebruiken. Ook is dit een stukje iets te klein om vast te houden. Dus de applicator is niet echt fijn om te gebruiken. Ook is dit ding rond, dus je kunt hem niet gewoon zo neerzetten. Dus qua verpakking vind ik hem niet zo fijn. En ook pakt hij niet heel veel product op in één keer. Dus ik moet best wel vaak terug in het ding. Qua formule vind ik het wel oké, maar deze verpakking vind ik niet zo fijn. Het volgende is een poeder. Ik heb hier de Ethos Pure Loose Poeder in de kleur 040. Ik zie dus nu pas met mijn domme hoofd dat je hem in een heleboel kleuren hebt. Je hebt hem in 6 kleuren. Ik vond hem al best wel donker toen ik hem binnenkreeg. Ik heb dus de kleur 040 en die is best wel donker. En ik denk dat hij te donker gaat zijn voor mij. Oh my god, als ik er zo nu naar kijk, zou ik eerder zijn gegaan, denk ik, voor de kleur 030 of zo. Ja, ik ben net voor een te donkere kleur gegaan. Of 020 of zo. In ieder geval gewoon een hele lichte kleur. Want qua poeder wil ik het gewoon hier altijd heel licht hebben. Dus dit is gewoon een fout die ik heb gemaakt. Ik heb het gewoon niet gezien. Maar ja, whatever. Dit is een poeder die mat maakt. 97% van de ingrediënten zijn natuurlijk. En het is verrijkt met vitamine E. Oké, ik ga even foundation en concealer aanbrengen. En dan kom ik zo bij jullie terug. Oké, ik heb mijn basis helemaal aangebracht. Nou ga ik in met deze poeder. Ik hoop dat hij niet te donker gaat zijn, want ik had hoop dat ik deze make-up look gewoon vandaag kon oplaten en het niet helemaal gaat verpesten. Oeh, hij lijkt wel echt donker. Sarah, waarom heb je deze fout gemaakt? Oké, whatever, whatever. Maakt niet uit, maakt niet uit. Oké, dit is dan hoe de poeder eruit ziet. Deze kleur is echt donker, jongens. Maakt niet uit, maakt niet uit, maakt niet uit. Ik blijf gewoon zeggen, maakt niet uit. Als hij te donker is, dan breng ik het gewoon aan over mijn hele gezicht en dan gebruik ik het gewoon als een hele full face poeder. Ja, jongens, veel te donker. Kijk even dit.
Ik heb het nou hier rechts aangebracht. Kijk even het verschil met links. Hier is het zo helemaal verlicht door de concealer. En hier wordt het weer helemaal te donker. Het is wel echt heel mat. Dus het is echt een matte poeder. Ik denk dat als je een vettige huid gaat hebben, je dit wel fijn vindt. En hij voelt ook echt heel lichtgewicht aan. Op de website staat ook echt dat hij lichtgewicht is. Maar ja, dat het er staat betekent niet dat het ook altijd zo is. Maar op zich is hij dat ook wel. Je kunt er ook niet echt mee baken zoals je kunt zien. Het is echt gewoon een poeder die gelijk zo verdwijnt. Ik denk dat ik hem los van de kleur wel fijn vind. Ja jongens, ik ga het gewoon aanbrengen over mijn hele gezicht, want hij is echt te donker. Nou, mijn gezicht is nou echt zo mat als maar kan zijn. Wow, het is echt super mat. Jongens, als je op zoek bent naar een goede, matte, betaalbare poeder, dan this is it. Ik denk dat ik hem echt wel gewoon in een iets lichtere kleur ga halen hoor. Hij is echt wel fijn, los van de kleur. Maar ja, ook met de kleur kan ik werken nu ik het gewoon overal heb aangebracht. Oké. En ik heb een normale tot droge huid. Dus op mijn huid zijn droge poeders, zijn matte poeders bedoel ik, niet altijd heel fijn. Maar op zich, hij droogt niet uit ofzo. Dus ik denk dat ik hem wel fijn vind. Maar ik ga hem gewoon nog oplaten en aan het einde van de video vertel ik jullie mijn mening. Dan heb ik hier een gezichtspaletje. Dit is het Ethos Pure Face Palet in de kleur 020. En in dit paletje heb je een transparante fixing poeder, een concealer poeder, een blush en een contourpoeder. Super handig zo'n paletje met alles erin. Het enige wat ik wel mis is een spiegel, want zulke paletjes zijn heel fijn voor op reis. En dan is het gewoon fijn als je jezelf erin kunt zien. Dus dat mis ik wel echt een beetje. Dit paletje is 10 euro. Voor 10 euro had dat er echt wel goed ingekund. En godzijdank heb ik hier wel gezien dat dit paletje er in twee kleuren is. Ik heb 020, dat is de donkere. En je hebt hem ook nog in de kleur 010 en dat heeft iets lichtere kleurtjes. Ik weet nog dat ik naar 010 ging en toen eindstand zag ik 020. En ik dacht echt godzijdank, want dit is echt ideaal voor mijn huidskleur. 010 was echt te licht geweest. De kleuren zijn allemaal mat behalve de blush. De blush is glanzend, dat vind ik wel jammer. Maar ik ga nou eerst even in met deze contourpoeder. En hiermee ga ik even mijn gezicht en mijn neus contouren. Ik hoop gewoon dat de kleur goed gaat zijn. Dit paletje bevat by the way 90% natuurlijke ingrediënten. En het is verrijkt met ginseng extract of zoiets. Nou jongens, deze contourkleur is echt geweldig. Kijk even dit hier. Het heeft heel mooi gecontourd, ook mijn neus. En het heeft niet al te veel pigment. En dat is iets goeds. Ik contour heel vaak met mijn Revolution paletje. En die heeft best wel wat pigment, waardoor ik al heel snel te veel aanbreng. En dat is hiermee dus niet. Dus je maakt niet heel snel de fout dat je te veel aanbrengt. Want als je te veel aanbrengt, de weg terug is bijna onmogelijk. Dus ik vind het fijn dat hij niet te veel pigment heeft. En hij is gewoon opbouwbaar. En dat is dus fijn. Dan pak ik nou deze matte gele concealer poeder. En dan ga ik met die kleur zo langs mijn neus. En dat laat dan ook weer mijn neus iets smaller lijken. Dat doe ik ook altijd heel vaak met mijn normale contourpaletje. Ik denk dat ik hem echt fijn vind. De kleur is echt perfect. Echt een perfecte contourkleur. I love it. Oké, wat ik dan ook gewoon ga doen is dat ik deze fixing poeder pak. En dan die een beetje hier aanbrengen. Dan hoop ik dat hij het hier een beetje verlicht. Maar ja, ik gok dat deze poeder niet heel veel pigment gaat hebben. Hij heeft wel een heel klein beetje verlicht. Kijk het verschil met hier en hier. Je ziet hier vooral dat het echt een stuk lichter is. Dus ik denk dat dit wel een beetje de look kan redden. Ik heb nou zoveel poeder op mijn gezicht. Oh my god. Ja, dit verlicht het echt. Oh my god, dit maakt me echt blij. Ik had de hoop echt al opgegeven. Oké, nou, dit is echt toppie. Ik heb nou echt zoveel poeder aangebracht. Dus ik ga in met mijn Maximoor Action Fixing Spray. Als je veel poeder aanbrengt, ga in met zo'n waterige hydrating fixing spray. Want dan smelt alles mooi in elkaar. En dan is het niet meer zo poederig en wordt het meer naturel. Oké, ik ga straks nog in met de blush, maar ik ga nou eventjes snel beginnen aan de ogen. Er is geen normale poederoogschaduw, maar ze hebben wel sticks. Dit is de Ethos Pure Eyeshadow Stick. Dit is dus een cream oogschaduw stick en ze hebben hem in 6 kleuren. Ik heb de donkerblauwe kleur, want dat vond ik wel leuk. Dit is de kleur 050, is zo'n donkere blauwe glanzende kleur. Deze leek mij wel mooi. Oeh, hij is echt heel donker. Kijk, dit is de kleur. Lijkt heel veel op het blushje die ik nou aan heb. En hij glanst, maar er is niet heel veel glans. En je hebt dus 6 kleuren. Nude, bruin, groen, paars, blauw en nog een lichtere groen. En ik dacht, laat me gewoon een keer een kleur pakken die ik normaal niet zou pakken. Donkerblauw is niet per se een kleur waar ik echt naar neig, maar ik vond het wel gewoon leuk om te doen. En 99% van de ingrediënten zijn natuurlijk. Nou, dat is echt top. Dus ik wil hiermee gewoon zo'n smoky eye look maken. Dus laten we inzoomen op de ogen. Oké, we zijn ingezoomd op mijn gezicht. Nou kunnen jullie alles bekijken.
beter zien. Ik heb al gepruimd met concealerpoeder, dus de basis is al helemaal gezet. Ik ga nou in met dit potloodje. Zo'n soort potloodje, je kunt hem gewoon aanslijpen met zo'n puntslijper, met zo'n groot gat. Dit gaat er gewoon zo makkelijk in. Oké, laten we het gewoon aanbrengen. Ik breng het gewoon aan over mijn hele ooglid en dan ga ik het daarna uitblenden. Ik hoop dat hij gewoon goed blendt en lekker zacht is. Nu ik het zo aanbreng, voelt hij een beetje stroef aan. Maar ik hoop dat als ik het ga uitblenden, het gewoon goed uitblendt. De kleur is wel echt heel mooi. Zo heel mooi diep blauw. I love it. Het is niet heel glanzend. Het is bijna gewoon mat. Is dit gewoon een matte kleur? Even zien of er iets bij staat. Nee, er staat voor de rest niet echt iets bij. Ik schat er gewoon in dat hij zou glanzen, maar hij is gewoon mat. En dat vind ik eigenlijk wel nog fijner. Ik ga hem uitblenden met zo'n platte fluffy kwast. En deze is best wel dik. Dus dat is fijn met zo'n soort potloodje. En dan ga ik gewoon zo blenden bij de randen eerst. En dan ga ik ook nog in met zo'n kleine ronde kwast. En dan ga ik zo goed blenden bij de randen. Ik pak geen hele grote fluffy kwast, want dan gaat het helemaal zo overal heen en dat wil ik niet. Oké, jongens, het is echt heel patchy. Het is ook best wel stroef. Het blendt niet heel makkelijk uit. Kijk, je hebt hier gewoon allemaal zo van die kale plekjes en zo. Het is wel vervelend. Het wil niet echt op zijn plek blijven zitten of zo als je het blendt. Nou, jongens, dit was een gedoe. Misschien dat als je een van de iets lichtere kleuren pakt, het beter werkt. Maar dit is echt te patchy, te stroef. Het blendt helemaal niet mee. Ik heb ook een zwart oogpotloodje aangebracht in mijn onderste waterlijn. Nee, jongens, deze oogschaduwstick, veel te stroef. Het is zo belangrijk dat als je een oogschaduwstick maakt, hij heel smooth is en lekker meeblendt. Maar this ain't it, jongens. Wat was dit dramatisch. Oké, ik was niet van plan om ook een wing te maken, maar deze oogschaduw is zo dramatisch dat ik het gewoon een beetje wil verbergen. Dus ik ga even met mijn NYX Liquid Eye Liner en dan maak ik even een wing. Oké, nou laten we gewoon snel verder gaan met het volgende product. Dit is de Etos Pure Volume Sensitive Mascara. Dit is dus een mascara die volume moet geven en ook echt is gericht op gevoelige ogen. Dus dat is toppie en 95% van de ingrediënten zijn natuurlijk. Nou, ik hoop dat dit beter gaat werken. Oh, ik had het veel dikker verwacht. Kijk, hij is op zich best wel dun. Daar ben ik wel blij mee. Ik hou nooit zo van die hele dikke borsteltjes. Ik hoop dat hij beter gaat zijn dan de oogschaduwstick. Oeh, dit is een geur waar ik niet zo van hou. Oh, het ruikt een beetje naar kaneel of zo. Ik hou nooit zo van kaneelgeur. Maar ja, dat is een persoonlijke voorkeur. Oké, deze vind ik ook niet zo goed. Oh, deze video begon zo goed met de goede gezichtsproducten. Maar de ogen bakken er echt niks van. Hij is veel te plakkerig en klonterig. Mijn wimpertjes plakken helemaal vast aan elkaar. Hij geeft helemaal niet zo die volume. Hij haalt de haartjes helemaal niet mooi uit elkaar. Het is gewoon één grote klonterige bedoeling. I hate it. Oké, dan ga ik nou eventjes de meest heftige wimpers opdoen die ik heb. Om deze oogschaduw te bedekken. En dan kom ik zo bij jullie terug. Oké, de ooglook is helemaal af. Ik vind helemaal niks. Maar we gaan het er maar gewoon mee doen. De wimpers die ik op heb zijn van de Primark in de stijl 747. Ondanks dat ik de mascara slecht vond, heb ik hem ook aangebracht op de onderste wimpers. En ik vind hem nog steeds slecht. Ik zie ook dat de oogschaduw helemaal aan het crease is. Jongens, kijk even dit hier. Ik denk dat ik hierna, als de video klaar is, ik de oogschaduw ga bijwerken met wat goede producten. En dan wel alsnog deze make-up gewoon ophouden. Want ik heb echt geen zin om opnieuw te beginnen. Oké, ik heb ook heel even snel mijn gezicht gebronst. En nu ga ik in met de blush. Ik vind het wel echt heel jammer dat de blush zo glanzend is. Hij glanst ook echt veel te veel. Ik snap nooit waarom merken dat altijd doen. Kijk even deze glans. Betaalbare merken als ze blush maken is hij altijd zo overdreven glanzend. Begrijpen ze niet dat niemand dat wil? Een beetje glanzen, oké. Maar dit slaat echt op niks. Als deze mat was geweest, was dit echt een toppaletje geweest. Maar ik ga hem alsnog gewoon aanbrengen. Ja, en het verpest mijn hele gezicht. Ik heb het alweer gezien. Het wordt hier helemaal zo grijzig glanzend. Dit had echt een toppaletje kunnen zijn als de blush mat was geweest. Oké, jongens, dat was het dan. Dat zijn alle Etos Pure producten. Ik ga even een lipstickje aanbrengen, fixing spray. En dan gaan we eventjes bekijken wat we nou eindstand van alles vinden. Nou, jongens, deze collectie was me echt weer een avontuur. Wat heb ik op mijn lippen? Ik heb lippot een loodje op van Morphe in de kleur Coffee and Kissy. En ik heb deze Essence lipstick op in de kleur This Is Me 03. Is ook echt een hele mooie nude lipstick. Nou, het begon heel goed, maar het einde ging iets minder. Ik zal jullie eventjes vertellen wat nou mijn uiteindelijke mening is van alle producten. Dit paletje vind ik oprecht fijn. 3 van de 4 vind ik fijn. Alleen de blush vind ik niks. Dus 3 van de 4 is echt een grote meerderheid. Dus ik raad dit paletje zeker te weten.
er gewoon aan. De lipolie, de formule vind ik fijn. Alleen de verpakking vind ik niet zo fijn. Uiteindelijk is de formule toch het belangrijkste. Dus daarom raad ik hem jullie gewoon aan. De mascara vind ik helemaal niks. Veel te klonterig en plakkerig. Echt vreselijk. Deze matte poeder is echt een matte poeder. Ik vind hem echt toppie. Hij heeft mijn gezicht heel mooi mat en smooth gemaakt zonder uit te drogen. Alleen ja, de kleur is een tikkietje te donker. Dus let daarmee op. Ik zou voor een lichtere kleur gaan. En als laatste het vreselijkste product van vandaag is deze oogschaduwsteek. Het heeft echt de look helemaal verkloot. Ik moet zo meteen weer echt helemaal gaan bijwerken. Dus deze vind ik helemaal niks. Dus al met al vind ik de meerderheid gewoon fijn. En dat is altijd top. Vooral als het gaat om betaalbare producten. Nogmaals, de hele collectie is gewoon online te koop bij ethos.nl. Ik had het binnen 2-3 dagen binnen volgens mij. En in 6 fysieke ethos winkels. En ook online op hun website staat welke winkels dit zijn. En misschien is er toevallig eentje bij jou in de buurt. Nou, ik hoop dat jullie het vandaag weer leuk vonden. Let me know wat jij van de make-up collectie vindt. Van de look beneden in de reacties. Kom lekker kletsen met mij. Laat me weten ook wat je allemaal nog meer zou willen zien op mijn kanaal. En zoals altijd hoop ik dat ik jullie weer heb vermaakt vandaag. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!